Ik heb gewoon echt veel te veel plezier in deze opnames. Dit is gewoon de vierde aflevering die ik gewoon achter elkaar opneem. Een beetje back-info, lekker belangrijk. Ik vind het leuk. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play. Paper Mario in het duizendje door. Ik ben er weer. Trainer Stevie terug met een nieuwe aflevering. In de vorige aflevering zijn wij in Paddle Meadows terechtgekomen. Zijn we in Peterborough terechtgekomen. En hebben we van de media te horen gekregen dat eigenlijk ons doel wordt om dus de Crystal Star te vinden bij Hooktail. Want waarschijnlijk is Hooktail, die draak die we hebben gezien, degene die hem bewaakt. Maar dan moeten we eerst stenen voor zien te vinden. Dus laten we gewoon maar verder gaan naar meer gras. En zoals ik al zei, in gras daar kan dus wel degelijk een Star Piece zitten. Hartstikke leuk. En al het gras willen we natuurlijk gaan controleren. Dus dat doen we dan ook maar eventjes gelijk. Ik moet zeggen, de stemmen die ik een beetje zo erin... Ik heb echt enorm veel plezier in alles te doen. En jij bent irritant. Kom eens even, dank je. En we zien hier een nieuwe vijand. Nou, deze vijand, daar kan ik jullie al het een en ander over vertellen. We kunnen hem gewoon aanvallen, want het is een Koopa. En ja, die heeft volgens mij had hij 3 HP. Of zelfs 4 HP, dat weet ik dus niet zeker. Dus vandaar eventjes de tunnel. Op het moment dat je op zijn kop springt, zal hij op zijn rug gaan liggen. En is hij hopeloos en zal hij dus niks kunnen doen. Dus ja, dat heb ik allemaal uitgelegd. Dat heb ik ook al uitgelegd. En ik heb dus niet gekeken hoeveel HP dat hij had. Dan hebben we een aanval van 1 en dus 4 HP. Nou ja, in ieder geval, we kunnen gewoon even dit doen. Yay. Nou ja, ik had eigenlijk die star aanval kunnen gebruiken, maar ik bedoel, we hebben 2 FP, dus we hebben hem niet echt nodig. Wauw, die deed ik fout. En dat is onze eerste level up. Woeps. Mario, you showed a like? Serieus, dat kunnen jullie ook doen, als je de tijd voor hebt. Oké, ik hou erover op. En dan kunnen we dus kijken, als we een level omhoog gaan, mogen we 1 stat omhoog gooien. En als we een stat omhoog willen gooien, dat mag maar eenmalig. Op dit moment hebben we weinig aan extra HP, want ik heb nog nooit echt in gevaar gezeten met HP. FP, we hebben alleen maar die ene badge die we kunnen gebruiken, dus dat wordt later pas echt boeiend. Ik zou zeggen, laten we gaan voor BP. Iets meer badge points. Oké, we hebben er nog weinig aan, maar ik weet dat we dadelijk hele goede badges tegen gaan komen. Dus meer badge points is natuurlijk altijd aan te raden. Ik weet niet of deze vraag is gekomen al in de comments, want dit is nog steeds 1 opnamesessie, omdat ik er te veel plezier in heb. Maar als je een hartje oppakt, dan herstelt dat 1 HP van beide, van beide karakters. Dus zowel van je partner als van Mario zelf. En wow, dude, dat was gemeen. Oké, helaas geen first strike en je hebt een badge en daar heb ik eigenlijk weinig zin in. Oh ja, trouwens, ook op het moment als je een level up krijgt, dan wordt alles gevuld alsof dat je de bonus hebt met een shine. Jij doet heel eventjes je dingen. Dat is beter. Je hebt een badge die ik eigenlijk wil hebben. Oh ja, dat zijn de effecten van die badges. Oeps. Zoals je kan zien, we kregen namelijk 2 sterren van de Goomba. Dit houdt in namelijk in verband met op het moment dat jij een level omhoog bent gegaan. Zul je minder experience krijgen van de vijanden die je dus tegen bent gekomen. Of ja, van de vijanden in het algemeen. Dus als je overleveld bent, zul je heel weinig starpoints gaan krijgen. Dus is op zich wel een hele goede nerf. En helaas krijgen we die badge niet. Daar bepaal ik eigenlijk best wel van. Maar ja, zo zit het eigenlijk een beetje. Dus even kijken verder. We kunnen dit doen. We kunnen even dit checken. Even dat checken. Dus ja, je kunt niet de hele tijd constant blijven farmen op één plek. En zoveel mogelijk levels te krijgen. Daarna dus een cakewalk te hebben. Want dan moet je dus heel erg veel geduld van hebben. Nou, dat stelde ook heel weinig voor. Nou, we hebben toch nog een paar dingen. En een gratis powerblok. En damn. Ja, dan mag er wel een mushroom weg. Damn, ik wist niet dat we al zoveel items weer bij ons hadden. Nou, het is zonde van de mushroom. Die zou ik kunnen verkopen voor 2 coins. Vind ik eigenlijk best wel zonde. Ik heb eigenlijk altijd te veel items, omdat ik wil eigenlijk nooit items gebruiken. Omdat ik vind het zonde om dat te gebruiken. Gelukkig heb ik dat probleem niet bij Breath of the Wild. Maar ja... In ieder geval, hier hebben we dus nieuwe vijanden. En ja, je kunt er inderdaad een first strike op doen, maar dat zal heel weinig helpen. Ik deed stylish. Ja, ren maar weg. Het maakt mij niet uit. Goed, laten we dan maar eens even kijken. Waarom deden we geen schade? Dit is een bald cleft. Basically a rock monster. Deze gasten die zijn kaal, heel erg leuk, maar goed. In ieder geval, ze hebben 2 HP, aanval is 1 en ja, ze hebben 2 defense en ze zijn immuun tegen vuur. Dus ja,
Als je geen Mr. Softener hebt gekocht, dan heb je hier inderdaad wel een probleem mee. We zouden onze Power Hammer kunnen gaan gebruiken. Maar ik heb een beetje te veel items en we hebben weer net een powerblok te pakken gekregen. Dus wat je wil doen is je wil gewoon je powerblok gebruiken. En dat zorgt ervoor dat je dit gelijk makkelijk neerhaalt. Op dit punt raad ik ook aan, omdat hier kun je technisch gezien nog uitkomen zonder dat je dus problemen zou hebben. Op dit punt, ga niet verder. Zorg ervoor dat je een powerblok hebt. Als ik me niet vergis, kun je nog een powerblok vinden. Maar heb je geen powerblok, zorg ervoor dat je eentje minimaal in je inventory hebt. En jammer genoeg, die mushroom die is weg. Dus, nou, ik weet ook niet waarom ik eigenlijk terug ging om te kijken of dat die mushroom er eventueel nog lag. Nee, geen mushroom voor mij. Niet leuk. Oké, nou dan kunnen we in ieder geval eventjes hier weer het gras bekijken. En hallo, ik spring gewoon even op jou. Ik weet niet, ik heb wel soms van mensen klachten gehoord dat dit spel een beetje te makkelijk was. Omdat het namelijk te makkelijk is om geen damage te krijgen. Maar het spel kan toch behoorlijk moeilijk worden. En daar wil je toch wel een beetje voor uitkijken. Dus ja. In ieder geval, we gaan gewoon heel eventjes snel even hier even kijken. Heel eventjes zo. En hoi. We gaan alweer een knipje gaan doen. Ah, een muntje. Altijd leuk. Auw. Wat voor strike doen. Dankjewel voor je FP die ik niet nodig had. Nee, ja. Ik weet niet of ik jou gecontroleerd had. Wil je toch stiekem even goed achter de muur kijken? En volgens mij zit... Ja hoor, hier krijgen we dus weer een gratis powerblok. En geloof me, die ga je hier ook nodig hebben. Deze beesten die we hier namelijk zien. Zorg ervoor dat je hier geen first strike op doet. Loop er gewoon op in. Deze beesten. Ik wil eens even een rentel op doen, maar ondertussen leg ik het alvast uit. Deze beesten kun je niet aanvallen op geen enkele manier. Je kunt een tattle doen, omdat ja, dat is namelijk mooi op een afstand. Deze beesten kunnen we op dit moment totaal nog niet aanvallen. Deze beesten heet ook Bristol. Ze hebben 2 attack. Ze hebben een, ze hebben 2 HP. Attack is 1 en defense is 4. En ze zijn dus immuun tegen vuur. Zowel op springen als de hamer gebruiken werkt niet en zou je gelijk gecounterd worden. De enige manier om deze neer te halen is met een steraanval die we nu op dit moment nog niet hebben. Of met, heel erg simpel, een powerblok. Eén voordeel. Ze geven lekker veel experience. Yay. Hekje gaat voor ons open. Dat is heel erg mooi. Wordt hier wel goed eigenlijk bewaakt als ik er eigenlijk zo over nadenk. In ieder geval, dit is een trucje. Je hoeft het niet te doen. Maar ik raad het aan om wel te doen in verband met je loopt anders heel veel experience mis. Zorg ervoor dat je toch nog een reserve powerblok hebt. Dus denk je daarbij eigenlijk van ja, nou er zit daar toch een powerblok, dus ik hoef er geen te kopen. Zorg ervoor dat je nog eentje extra hebt. Hoi, wil je heel eventjes? Dank je. Zo. Dat is ook wel opgeruimd. Toch die star points. We hebben hier een fireflower die ik toevallig net gebruikt heb. En we krijgen hier een incubon. Ja, ik heb net de fireflower even gebruikt in verband met... ja, anders kon ik die niet oppakken. Oké, hoi. Toch ook maar weer eventjes die firebloem gebruikt om eventjes een beetje snelheid erin te maken. Soms is dat best wel handig. En een van die gasten die had ook nog eens een keer een badge. En helaas heeft hij hem niet gedropt. Dit is praktisch een beetje een in een doos. Dus een in een doos. Op het moment dat we hier springen, dan kost het 5 coins om ons te herstellen. HP en FP. SP zal niet hersteld worden, dus hou er wel rekening mee. En de prijzen die worden duurder hoe verder dat je in het spel komt. Dus ook wel iets om rekening mee te houden. Goed, je kunt hier 7. Als je een powerblok hebt, dan zou ik zeggen dat is nergens voor nodig. Laten we zelf even gaan ballen met deze kast. Hoi! You're the first contestants I've seen in a while. If you come all the way here to Swank Fortress, you must want stone keys. And if that's the case, then you must compete against me. If you win, I'll let you through to where the stone keys rest. However, if you lose, you will suffer a terrible fate. And by terrible, I mean awful. So, what do you want to do? I'll take you on! You're in for it now. En we moeten dus een soort van quiz gaan doen. Nou, over deze quiz. Hij zal dus veel verschillende vragen gaan hebben. Hey, ladies and germs. Welcome everybody to the 65th Super Fun Quirk Quiz. Perk up those ears. If you incorrectly answer 5 of the following questions, you win. But to get 3 of them wrong, well, you'll suffer a cruel and unusual punishment. Now, for the first question. Je wil verliezen.
Je wil echt 3 foute antwoorden geven, maar laten we kijken welke vragen dat hij heeft. What's hidden in this place? Princess Peach! Is that your real answer? Are you sure? Ja. Het goede antwoord was natuurlijk Stonekeys, maar dat maakt niet uit. Ik dacht dat... Ik vond dat zo'n perfect antwoord, die moest gewoon. On to question 2. What does one Mr. Softner and one Fireflower cost at the shop at Peterburg total? Dit is eigenlijk de vraag waar dat heel veel mensen de fout in gaan. Ze kosten allebei 8, dus een goede antwoord is 16. Arrrr, that's correct. The question was too easy. But only it gets harder from here. Much harder. So prepare yourself. Hij zal echt 7 vragen hebben, altijd. Dus, moving on. Question number 3. What is the name of the mayor in Peterburg? Mayor Kroep? Oh, dat was nog goed ook. Oké. Ik had er eigenlijk niet echt op gelet. Oeps. Oké, dus we hebben de 2 goed. Ik mag er maar 4 goed hebben, want ik wil echt jullie laten zien wat er gebeurt als je het fout hebt. Question number 4. Tell me now, where's the crystal star? In Rogueport. Technisch, spoilers, mag ik niks over zeggen. Oké, vooruit, we doen deze gewoon goed in Hocktails Castle. Dat is nummertje 3 goed. Oké, nummer 5. Are you ready for the diabolical question 5? How can one get from Peter Meadows to Roughport? Boat across the sea, only by air, go to Route 5. Race in a cart! Hoezo is dat fout? Ik weet zeker dat er een Paper Mario stage is waarin dat gebeurt, toch? Nee? On to question number 6. Which of the following creatures have hands? Fuzzies! Nee, want ik heb al 2 fout. Het zijn de Koopa Troopas. Maar we willen naar de laatste vraag toe. Dus we hebben nou 4 goed en 2 fout. Dus dit is de laatste vraag. Now for the last question. What number of question is this? Super question 64! Dat vind ik zo flauw. Natuurlijk was vraag 7, maar... In ieder geval, als je dus de vragen fout hebt... Als je de vragen goed hebt, dan gaat hij gewoon de deur openmaken... en gebeurt er praktisch helemaal niks. Heb je alle vragen fout, dan krijg je de pain game... en dan krijg je 4 van deze Iron Clefts. Weten jullie nog dat ik had gezegd dat je een powerblok mee moest nemen? Goed. Eentje zien we daar een item vast hebben, maar dat maakt helemaal niet uit. Het is ook nog eens een keertje handig om dit voor de Tattle logboek te gooien. Dus laten we dit wel eventjes gelijk doen. Serieus, hoe kun je deze minigame dan missen? Dit is een Cleft. Deze heeft een HP van 2 en deze heeft een attack van 2 en defense 2. En kunt niet op ze springen in verband met de spikes die je op hun hoofd hebben. Gelukkig zijn wij zo slim geweest om powerblocks mee te nemen. Er zijn 4 van deze beesten en moet je opletten hoeveel experience dat we hier wel niet van gaan krijgen. Yup. En dat bochtje bot om. 24 star points die je anders mis zou lopen. Deze star points krijg je alleen maar op het moment dat je dus alle vragen fout beantwoordt. What? It can be. How did you defeat my cute little clefts? Ark! Fine, whatever. You can pass. But I despise you. En maakt hij de deur alsnog open. Dus ja, je wil bij deze gast verliezen. Ik ben blij dat we verloren hebben. In ieder geval heel eventjes kijken. Nou ja, er lag hier niks. Dus... we zitten pas 14 minuten in deze aflevering. Laten we gewoon de warpipe ingaan. Dan kunnen we hier 2 kanten op. We kunnen naar links en we kunnen naar rechts. En we kunnen weer terug de pipe in. Omdat ik probeerde op de pipe te springen. En dat deed ik dus heel erg fout. Tegen snelheid kan ik nou niet op nee drukken. Want dan loop je namelijk van de pipe af. We kunnen naar links en we kunnen naar rechts. En ik denk dat ik als eerste ga kijken wat voor badge dat dit is. Dit is Multibounce, een van de beste badges in het spel. Vind ik persoonlijk. Natuurlijk willen we die equippen. Multibounce is awesome. En zeker in waar dat we nu naartoe gaan. Hi. We hebben een Fuzzy. Dutch Fuzzy, get dizzy. Ja, iedereen kent ondertussen die grap. Fuzzies, die kom je nogal veel tegen. Dus wees blij als je een paar... als je een paar fire... dinges bij hebt. Fireflowers. Kan ik nog spreken vandaag? Dat zou fijn zijn. Oké, Touch Fuzzy gets dizzy. Fuzzies die proberen aan te vallen. En dan zuigen ze jouw HP in hun HP. Dat is best wel creepy. We hebben een aanval van 1. En de timing is best wel moeilijk. En ze hebben 3 HP. Daar komt het praktisch op neer. Laat ik jullie eens heel eventjes de multibound zien. Het is een beetje eigenlijk zinloos als ik dat doe. Als ik de timing weer mis heb. Maar we gaan het gewoon doen.
Je kunt hier ook bij Superguarden, maar de timing is heel moeilijk. Dat was te vroeg. En dat was perfect. Nogmaals, het is een hele moeilijke en lastige om het dus voor elkaar te krijgen. En het enige nadeel is nou ook... Wil ik deze twee tegelijkertijd neerhalen, dan moet ik dus nou weer die multibound doen. Op zich vind ik dat niet zo erg. En ik hou van stylish. Nou, toch weer ondertussen 9 star points. Daar ben ik eigenlijk heel erg blij om. En bijna toch weer die level up waar ik ook super blij om ben. En weer 2 coins. Jee. Laat ik niet in het water gaan lopen. Het water lopen is langzaam. Touch Fuzzy! Get dizzy! Oh! Honey Syrup. Fijn dat we die gratis kregen. Het was niet dat die vijanden het vast hadden of zo. Dus best wel apart. Ja. Als je de Sunstone te pakken krijgt, komt er automatisch een fuzzy in battle. En daar kun je niet ontwijken. En dan zien we er gelijk 4. Aangezien dat dit een verplichte battle is, ga ik niet moeilijk doen. En laat ik jullie gewoon deze battle zien. We hebben nog 2 fireflowers. Dus waarom ook niet? Makkelijkste manier om van fuzzies af te komen. Brandt ze allemaal kapot. Oh, een beetje dark player achter daar. In ieder geval 12 star points. En dat zorgt weer voor een extra level up. Nou, nogmaals, HP heb ik niet echt een issue mee gehad. En aangezien dat er nou toch best wel veel sterke aanvallen ons beschikbaar zijn, is het toch wel handig om voor die FP te gaan. Op het moment dat je bepaalde levels haalt trouwens, dan zal ook je stage groter worden. Dus nu hebben we 50 man, dat kan dan vergroten naar 100 man. En zo gaat dat steeds verder. Goed, nou, we hebben 1 van de 2 stenen. Laten we maar zo snel mogelijk teruggaan naar de warpipe. En dan eens kijken of de andere steen toevallig aan de andere kant zou liggen. En ik heb maar hopen dat Princess Peach hier was. Al moet ik zeggen dat alles eigenlijk nog dicht is geweest. En dat we nog niks hebben gehoord of hier überhaupt Peach wel langs is gekomen. Hoi. Dat is 1 ding wat ik nog niet heb verteld tijdens battles eigenlijk. Ga niet als een gek lopen te buttonbashen van misschien dat ik hem dan wel counter of niet. Want dat zal natuurlijk niet werken. Dus dan zijn jullie daar wel al een beetje op de hoogte. Nou, oké, nou hier ligt dan toch onze tweede ster. Onze tweede steen. De Moonstone! We kunnen eindelijk Clefairy laten evolueren. In ieder geval, we krijgen hier dus ook weer 4 fuzzies. En hey, ik heb nog 1 Fireflower. Dus laten we die dan maar ook gewoon gelijk gebruiken. Het is net zo makkelijk. Het is een verplichte match. Dus ik ga hem niet wegknippen. Maar je kunt hier heel makkelijk doorheen. En jammer genoeg, we zijn het level omhoog gegaan. Dus nog steeds 12. Oh, oké. Yay! Geen problemen mee. En we krijgen hier behoorlijk veel health van terug. Nou, daar ben ik blij om. Zitten we weer op full health. Want er is iets waar we nou rekening mee moeten houden. Aangezien dat we nou de 2 stones te pak hebben gekregen. Op het moment dat wij dus weer teruggaan naar onze centrale kamer. Is het natuurlijk niet zo makkelijk als dat alles lijkt. Ik bedoel, het is een RPG. Yep. Mee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 e
dude! Sorry, suckers! If you want a warm welcome, too bad! Now I'll lunge in your head! En krijgen we dus te maken met de Golden Fuzzy. Nou, het grappige is van deze Fuzzy, of ja, de Gold Fuzzy, we kunnen hem al gelijk eventjes een flinke dender geven met een power smaak. En heel veel Stylish Boys. Mewf! Hey, ow, you jumps are tougher than you look. But I'm not through yet. Everyone, get him! En we zien dus heel erg veel fuzzies. Nou, is het dus eigenlijk een beetje lastig om te zien waar dat er precies zit. We zien dus nu 20 staan. En nou vraag ik mij af, kan ik de Gold Fuzzy even ja hoor. En... Zou helemaal geleiden heel eventjes graag. In ieder geval, dan zien we dus dat er een HP is van 10, aanval is 0, of 1 en defense is 0. Dus en ook al is dit een fuzzy, deze zal niet zuigen om je HP neer te halen. Dus, maar goed, we willen dus hier vooruit kijken. Yay. Oké, ik heb 2 goed en 2 dik fout. En daar ben ik minder enthousiast over. Het enige snel is, we kunnen nou dus niet onze hamer gebruiken aangezien dat hij dus helemaal daarachter zit.
Dan kunnen we alleen maar de voorste aanvallen. Dus vandaar dat je hem heel gelijk raken met die hamer. Nou, op zich, we zitten best wel goed. Kan een beetje lastig zijn om juist nou de timing goed te hebben in verband met dat je hem niet kan zien. Dus met Gumbella probeer ik nog niet eens een stylish aanval. Nu guard ik gewoon heel eventjes met de A-aanval. Dat is net zo makkelijk. En super guard gehouden. Nice. Nou, hij heeft nog maar 1 HP. Je kunt inderdaad wel zeggen van... Ik wil heel die stapel fusies neerhalen. Maar je krijgt er niet echt heel erg veel voor. Dus je wil gewoon die gouden neerhalen. En dan krijg je ook weer leuke star points. Oh, en trouwens, je krijgt ook nog automatisch de star points van die zwerm die je gewoon skipt. Krijgt er 20 van. Beter kun je niet hebben. Meer, you got me. We'll get you next time, loser. Next time. Nou ja, in ieder geval, we hebben dus onze stones te pakken gekregen. En we hebben de gold fussy hebben kunnen in onze tattle-lijst kunnen gooien. Dus op zich niet heel erg verkeerd. Nou, aangezien dat we best wel een hele grote progress hebben gehaald en de stones te pakken hebben gekregen, denk ik dat ik het daarbij wil gaan laten. En deze opnamesessie, ja, dat ik toch maar eens ga beginnen met editen. Dus, zoals altijd, dank ik jullie voor het kijken. En hoop ik dat jullie een leukste momentje hebben en mij dat laten weten in de reacties. Dat vind ik altijd leuk om te lezen. Dus sowieso, dankjewel daarvoor. En natuurlijk, laat een like achter zoals Mario ook in de battles doet. Als je daar ook de tijd voor hebt, natuurlijk. Ik hoop het wel, dat lijkt me hartstikke leuk. In ieder geval bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Waarin dat we dus richting Hooktail Castle gaan. Dus, tot dan! Doei!